de wereld onder mijn voet is opeens weg. We zijn nog eens zo, moet ik zeggen. We hebben het gevoel dat de familie is overleden. Ruim een week na de brand bij het Alphense tapas restaurant Proto zit de schrik er nog steeds goed in bij de twee eigenaren. Volgens de politie was blikseminslag de vermoedelijke oorzaak. Niemand raakte gewond, maar de monumentale panden van zowel Proto als kledingwinkel Vero Moda zijn wel behoorlijk beschadigd. Van buiten kan je niet echt zien, maar letterlijk ben je van binnen, zie je dat van binnen alles zijn weg. Waarom is de brand is begonnen vanaf het dak. Het dak is verbrand, de hele zolder is verbrand. De vloer van de zolder zijn volledig verbrand. Als je bij de eerste treden bij de trap bent, je kan de blauwe lucht zien. Alles zijn weg. Veel Alphenaren leven mee met de broers Baloumis. Een inzamelingsactie voor Proto heeft in een week tijd al ongeveer 60.000 euro opgeleverd. Wij willen bedanken sowieso die mevrouw Germaine Soyer voor die actie die voor ons heeft begonnen. Wij willen alle Alphenaren bedanken die met ons mee zit en die kracht geeft aan ons om door te gaan. Wij krijgen elke dag berichtjes, wij kunnen niet bij alle berichtjes beantwoorden, maar bij deze wil ik allemaal bedanken, diep aan ons hart. Dat geeft enorm steun aan ons om doorheen te komen van deze ellende en verder te gaan. De eigenaren van Proto hebben tijdelijk onderdak aangeboden gekregen in panden van voormalige restaurants, maar dat zien ze niet zitten. Proto is locatie, zon, mooi uitzicht, locatie de Vingelstraat. Je kan makkelijk naar binnen komen in combinatie met ons, onze passie. Ik denk dat het niet slim is om dit moment om focus te geven ergens anders en niet focus op onze echt bedrijf. Kijk, het is een lange proces die moeilijk is, maar gaat heel goed komen. Ik ben heel positief en samen met mijn broer, wij proberen alles te doen wat nodig is om onze bedrijf weer terug te brengen in het hart van Alphen aan de Rijn, want daar hoort Proto te zijn. En we garanderen dat gaan we 100% doen en nog beter doen.